Mijn naam is Martin Spank, ik werk als klavesymboltechnicus. En ik ben nu te Kasteel Amerongen al een dikke week bezig. met dit klavesymbol. wat gemaakt is in Londen door Jacob Kirkman in 1766. Uh, in de 19e eeuw was het heel gewoon dat bij de rijke, rijkere mensen een piano thuis staat. Hetzelfde gold daarvoor, maar dan met klaversymbolen, dan wel virginalen. En het. Uh, het verschil tussen de piano en een klaversymbool is eigenlijk heel simpel. In een piano of alle afgeleide versie daarvan wordt de snaar uh, tot klinken gebracht door middel van een uh, hamertje. Bij een klaversymbool wordt de snaar aangetrokken door een dokje. Hier heb ik een van de 240 dokjes. Hier zit een plektrum gesneden van een kraaienveer. Die plukt dus de snaar en als het dokje terugvalt kan het even zo naar achteren kantelen zodat het plektrumpje weer onder de snaar terechtkomt. En er zit hierachter zit hier een veertje in, een varkenshaartje en die zorgt dus dat het, dok, dat het tongetje steeds naar de nulpositie terugkomt. Dit klaversymbool heeft, zoals we dat zeggen, vier registers. Hier heb je dus één rij dokjes en hier nog een keer drie rijen dokjes. Die dokjes zitten in een soort van sleuf die heen en weer kan bewegen. Zo zie je deze rij dokjes heen en weer bewegen en hier deze. En het idee daarmee is, als dit even simpel de snaar is en dit het plektrumpje, in deze situatie plukt de plekdump dus vrij van de snaar, dan staat het register uit. Als ik hem aanzet, komt het plekdumpje onder de snaar en kan je dus de muziek mee maken. Dus ik heb hier drie registers, waarvan deze rijdokjes, dat noemen we de viervoet, die spelen de octaafsnaren die hieronder liggen. Hier heb je een achtvoetregister. Die plukt dus aan de bovenliggende snaren. Daar heb ik er twee van. En hier zie je, die worden bespeeld met het bovenmanuaal. En de onderste drie met het ondermanuaal. Dit instrument is een, uh, de chicere uitvoering zoals uh, Kirkman er meer maakte. Er zijn ook wat simpelere uitvoeringen met slechts één manuaal. Het voordeel van twee manualen is dat je kunt spelen met uh, contrasten van timbre en ook een beetje van luidheid. Op uh, het onderste manuaal uh, kunnen deze drie registers tegelijk gespeeld worden als je ze alle drie aanzet. En op het bovenste manuaal spelen alleen deze voorste registers. Hier zit nog een apart register op. Dat noemen we het nasale register. En die naam is goed gekozen, want dat klinkt. Uh... Dat klinkt echt gewoon uh, alsof je je neus dichtknijpt. Uh, dat is een heel aparte klankkleur. Die kan je dus combineren met de andere registers en dat moet je dus muzikaal leuk toepassen, zodat je bijvoorbeeld een frase A speelt op het onderklavier en een frase B ter contrast op het bovenklavier. Waar ik nou de afgelopen week of week kun mee bezig geweest ben, is uh, eigenlijk regulier onderhoud maar dan heel degelijk vanaf de grond af. In al die 240 dokjes daar moet dus, uh, de, om de zoveel tijd moet daar de plektra van vervangen worden. Wat erin zat was echt al heel oud. En er zaten wel vier of vijf verschillende soorten veren in. Ik heb hier een potje met wat er nog over is nu aan kraaienveren. Er zitten dus nu allemaal nieuwe kraaienveren in. En ik heb hier even een andere veer, uh, die is wat groter. Daar kan je het dan beter aan zien. Uh, Vroeger in die tijd van de clave symbels. iedereen die kon schrijven, die kon ook met een pennenmesje en een veer omgaan. Om dus een stukje grijfgereedschap te maken. Alleen, dan gebruikten ze deze kant, werd hier dus een pennetje aangesneden. Wij werken vanaf de andere kant. En dit bovenste laagje, dat moeten we hebben. Daar maken we de plek van. En die moeten dus... In zo'n sleufje hier moeten ze erin gezet worden en die moeten dan precies op lengte gesneden worden. En daarna moet je nog zorgen dat ze genoeg stijf zijn dan wel genoeg buigen zodat de toon mooi klinkt en niet te luid en niet te zacht. Dus dit is een nieuw kraaienveertje en aan de andere kant zie je dus hier een varkenshaartje en dat wordt gebruikt als een veertje om te zorgen. Dat het tongetje dus echt heel rap terugkomt naar de nulpositie. Uh, ik heb al die veertjes heb ik, uh, vervangen. Die worden vanaf hier erin gestoken. En die moeten dan hier de bocht om, zodat ze er hier weer uitkomen. Zodat het hele geval er strak in zit. Inmiddels uh, zijn dus alle 240 dokjes van. Nieuwe Plektra van kraaiveren voorzien. En ze zijn ook allemaal op maat gesneden. Uh, want uh, niet alleen moet het dus goed plukken, maar ook als die uitstaan, moeten ze ook echt stil zijn. Zodat ze dus niet meer ook een beetje tegen de snaar aan tinkelen. Wat ik nu nog moet gaan doen, is de intonatie per register nalopen. En dat betekent dat ik ga letten op het speelgevoel. Dus hoeveel weerstand voel je... Voor het plukken. En hoe luid is de toon die het gevolg daarvan is, deze is een beetje harder. Dan moet ik dus van het. Ik heb hier een mooi intoneerklosje. Daar kan ik het dokje in zetten. Dan moet ik een beetje vanaf de onderkant wat wegschrapen zo. Dan komen er hele kleine flittertjes vanaf. En dat is echt millimeterwerk of micromillimeterwerk. En dan is het kwestie van goed beoordelen of de tonen een beetje gelijk van sterkte zijn. En als ik dat allemaal graag gedaan heb, is het laatste wat ik ga doen is van deze mooie uh, historische achtige stof, is wel een nieuwe stof, maar Gewoven volgens een oud procedé ga ik in deze slotjes die hier zitten, ga ik de dempertjes zetten, zodat als het dokje terugvalt, de snaar afgedemd wordt en dat je dus op die manier mooi gearticuleerde muziek kunt laten horen.